Hallo Ali Wijnreder. Ik hoorde dat jij vandaag voor het allerlaatst op de peuterspeelzaal van de Montessori school bent. Ja. Hoe voelt dat? Heel bijzonder. En heel dubbel. Ja. Hoeveel jaren ben jij het gezicht van de Montessori peuterspeelzaal geweest? 31,5 jaar. Je hebt zoveel jaren op die peuterspeelzaal rondgelopen. Wat vond je een van de allerleukste, mooiste momenten die jij meegemaakt hebt? Ja, er zijn er heel veel, maar de eindmusicals van groep 8, die kinderen hebben wij gehad, dat je die nou uitzwaait, dat ze de hele Montessori school hebben doorlopen, want dit was de bedoeling, hè, een kwikwijven voor de Montessori school. Het was een keer een vergadering bij ons thuis en toen vroeg de toenmalige directeur Jan Rol of ik op de Montessori school geen peuterspeelzaal wilde oprichten. Nou, dat heb ik gedaan in 1986. Dus dit is mijn kindje eigenlijk. Je hebt het helemaal zelf opgestart. En wat is er straks na die peuterspeelzaal voor jou? Want ja, je bent zoveel jaren dat gezicht van die peuterspeelzaal geweest. Wat ga je nou straks allemaal doen? Nou, ik was al oppasoma dinsdag. En dat blijf ik ook doen. Maar we hebben ook een boot. Dus we gaan lekker... De boot moet nog uit water. De onderkant moet nog gekoot worden. En dan gaan we gelijk schilderen als die er toch uit is. En dan gaan we naar Berlijn varen in mei.